Jan Weijden, wij zijn op zoek naar de echte kerstlucht. De echte kerstlucht, wat moet je aan denken? Aan dennengeur of zo? Of een geur van een kerstboom? Of de geur van engelen zou kunnen? Ik ken wel iemand die heeft de geur van de mooiste meid van Staphorst, zegt hij steeds. Maar die heb ik niet, helaas. En wie heeft die lucht gemaakt? Ja, dat is Ben Hut in Zuidwolde. En die maakt heerlijke luchtjes. Ik heb wel een ander luchtje, wat wel heel leuk is. Zal ik je die eens laten zien? Perfect. Kijk. Appeltaartlucht. Appeltaartlucht. Maar dat staat toch los van kerst? Of eten we met kerst ook appeltaart? Ik denk dat het de geur is van gemoedelijk, van gezellig, van van alles eigenlijk wel. Alles wat om kerst hangt of om het kopen van een huis. En in dit geval zetten wij die in bij het verkopen van huis. Want komt iemand een huis kijken, dan vindt hij het heerlijk om de geur van vers gebakken appeltaart te ruiken. En om nou te zeggen van jongens, bak iedere keer een appeltaart, dat is ook wat te gek. Dus weet je wat, we hebben een spray waarin je dus de geur van een vers gebakken appeltaart nabootst. Er is echt een relatie tussen een heerlijke bakkenlucht en de bereidwilligheid om een huis te kopen. Kijk, er wordt altijd gezegd, er zijn een aantal dingen die moet je doen als je huis wilt verkopen. Nou, er komt een kijker, wat moet je dan doen? Je moet je huis opruimen, huisdieren moeten naar buiten, alles moet even fris zijn, de keuken netjes, de sanitair allemaal netjes en schoon. Maar dan ook die geur, en dat ken je wel, de geur van koffie of van appeltaart of vers gebakken brood of wat dan ook, dat heeft iets huiselijks over zich. En dat willen we graag, dat gevoel bij mensen neerleggen van hey, hier voel ik, dit huis ben ik nu aan het bekijken, hier voel ik me thuis. Dat is de gedachte. Appeltaart heeft iets met huiselijk te maken. Je bent al jarenlang makelaar. Zie jij ook nou een stijging van de huizenverkoop doordat mensen hun te koop staande woning hebben ingericht met kerstbomen, met verlichting, dat die aspirantkopers in een omgeving komen van wat plezierig, wat vreedzaam. Nee, dat zie ik niet. Nee. Ik denk dat mensen veel meer gevoelig zijn voor een lage hypotheekrente dan het feit dat er een kerstboom, dat de ene mooiere kerstboom heeft dan de andere. Want dan zou dat ook nog mee mogen spelen. Ja. Als dat trouwens een item zou zijn, krijgt iedereen van mij nu een kerstboom. Maar die lucht, de lucht van appeltaart, dat brengt mensen in een goede stemming. Dat hoop ik. Dat is wel de gedachte. Omgekeerd, dat herken je ook wel als je in een huis komt en daar staat een kattenbak. En die kattenbak die een hele penetrante geur met zich mee kan brengen, dan voel jij je daar niet op je gemak als je daar rondloopt. Dan jeukt het na drie stappen al, bij wijze van spreken. Kijk, en dat is de omgekeerde versie, maar wij willen alles positief doen. De woningmarkt is weer positief, wij willen het ook positief doen. En dan hebben we dus die appeltaartlucht. Samen met Ben Hut hebben we die op de markt gebracht. Nou, met de appeltaartlucht in onze neus gaan we op zoek naar de geur van dennennaalden. En die hebben we waarschijnlijk wel ergens in de buurt. Succes. Succes, zou ik je zeggen. Oké, mooi hoor. Nou, dan lopen die kant. Zegt Dominique Peters. Wij zijn op zoek naar de echte kerstlucht. De geur van dennen. Waar kom ik dan terecht? Nou, de kerstboom toch? Dat vind ik wel. Echte kerstlucht. Hoort natuurlijk een kerstboom bij. Zullen we eens gaan snuiven? Wanneer zijn deze gekapt? Als het goed is, vorige week. Ja. Deze wel. Heerlijk, hè? Ja. Echte kerstlucht. Nou, we gaan eens in de winkel kijken of er nog bepaalde trends te ontdekken zijn in de kerstspullen. Ja, dat denk ik wel. Daar kan mijn moeder nog meer over vertellen. Geweldig. Wat zijn de kersttrends, Herma? Nou, toch wel een beetje strak. Ook wel heel veel kleur. Bloemig. Ja, veel soorten groen. En ook heel erg natuurlijk. Ja. Maar verandert dat ieder jaar? Nou, ik vind dat de laatste tijd niet echt heel veel verandert. Maar iedereen doet het op zijn eigen manier. In huis of buiten. Ja. Dus ja, iedereen bepaalt toch zijn eigen kleuren. En accessoires wat hij in huis wil. Maar er komen wel steeds wel weer wat vernieuwdere dingen. Maar engelen bijvoorbeeld, dat is toch ook wel weer een trend. En je ziet steeds meer verlichting buiten, hè? Ja, dat is toch wel in de donkere dagen heeft dat toch wel heel veel sfeer.
Oh, jij houdt er wel van? Ja, ik hou er wel van, maar niet. Sommigen zeggen van, het is Amerikaans. En wat je zegt, het is kitsch. Ja, nee, niet te kitsch. Daar hou ik niet van. Nee, nee. Knolgele of witte licht en geen kleur. Leuk. Leuk houden. Leuk, ja. Nou, dit is ook een hele sfeervolle tafel, Emma. Ja, dat is een beetje decoratief inderdaad. Hier hebben we die leuke huisjes. Daar zit verlichting in. Aan de achterkant, Harm is er helemaal gek van. Dus die heeft ze ook dit jaar weer gekocht. Nou ja, de decoratieve vaccinelichtjes. Als die brandt, dan zie je de kerstbal. En we hebben hem met uiltjes. Dus allerlei verschillende decoratieve motiefjes. Wat heel leuk is, is deze grachtenhuisjes. Voor een vaccinelichtje. Dominique vertelde dat je geeft workshops om kerststukjes te maken. Ja. Waar moet een sfeervol mooi kerststukje aan voldoen? Nou, zoiets als dit bijvoorbeeld. Nou, ik heb gisteren en eergisteren al verschillende dames gehad. En dan zie je ook gewoon, ze krijgen een basispakket en de kleuren en zo en de opzet bepalen ze in principe zelf. Ik maak dan een voorbeeld en we hebben wat voorbeelden staan. Maar dan zie je toch, als je de 50 hebt, dat ze alle 50 verschillend zijn. En ja, dat vind ik zelf fantastisch, maar dat vindt de cursist ook helemaal geweldig. Herma, je gaat heel veel uren maken met je medewerkers en medewerkers. Klopt. Ja, klopt. Zie je er tegenop? Nee hoor, helemaal niet. Ik ben er helemaal klaar voor. Prima. We hebben gewoon alles goed onder controle en ja, we redden het samen. We staan elkaar bij, dus hele familie in touw komt altijd goed. En dan is het kerstavond, dan kom je thuis, je gooit je schoenen uit en dan? Dan ga ik lang uit op de bank.